Ook op South Beach aanwezig Frank de Ruiter. U kent hem wel, de bekendste keeper van Schiedam. Maar hij heeft een keeperschool. Frank, wat doe je met die keeperschool? Wat is de bedoeling ervan? Ja, de bedoeling is dat we vandaag op South Beach alle jeugd weer een kans geven om weer lekker te sporten. Dat is sowieso het belangrijkste. En dat zij vandaag kennis kunnen maken met mijn keeperschool. Waarom ben je de keeperschool begonnen? Omdat ik het zelf leuk vind om kinderen te trainen. En dat ik vanuit door de week vaak druk had. Dat ik niet echt tijd had om dat gewoon in door de weekse dagen te doen. Dus dan ben ik op de zondagen met de keeperschool begonnen. Hoe herken je een keeper? Ja, hoe herken je een keeper? Ja, als hij redelijk goed, of hij of zij tegenwoordig natuurlijk, een bal gewoon goed kan pakken, goed verwerken, als daar wat talent in zit. De manier om te beginnen. Je gaat beginnen met jeugd. Wat is jouw aanpak? Mijn aanpak zit heel veel, vooral bij jeugd, heel veel in de basis. Dus ballen pakken, ballen verwerken, heel veel herhalen in verschillende vormen. Ja, ik zeg altijd herhalen word je beter van. En ja, dus dat doe ik heel veel. Is het vak keeper zijn, is dat in de loop der jaren veranderd? Wordt dat nu anders beoefend? Ja, het is wel degelijk veranderd. Ook met de spelregels die veranderd zijn. Het stukje, het meevoetballen van de keeper is natuurlijk al heel erg veranderd. Ja, als je tegenwoordig niet meer gewoon normaal mee, of niet kan, goed mee kan voetballen, ga je in ieder geval niet de top halen. Dus ja, er zijn wel degelijk wat dingen veranderd daarin. Eventjes toch die trainingen. Waar train je nou op met die jongens? Ja, zoals ik net aangaf, inderdaad veel herhalen. Dus bal pakken, bal verwerken, het insnijden, het duiken in de hoeken. Ja, en dat heel veel herhalen in verschillende vormen. Dus dan komt wel steeds hetzelfde terug, maar wel in een verschillende oefening. Kijk, als je natuurlijk altijd dezelfde oefening doet, krijg je ook verveling. Dus ja, ik probeer dat altijd zo creatief mogelijk te verwerken in de oefenstof. Is een keeper nou een eenling in het elftal? Ja, soms wel, denk ik. Het is toch anders. Je bent toch geen speler. Maar tegenwoordig, als je mee moet voetballen, word je wel wat meer in het team. Maar het blijven altijd aparte gasten, zeggen ze. Nou, begin je klein en dat is natuurlijk speels. Hè. Wanneer komt er een moment dat je de zaken serieuzer gaat aanpakken met keepers? Ja, dat ligt ook wel een beetje aan het talent van een keeper bijvoorbeeld. Als ze echt al 8-9 en ze hebben een goede basis, dan steek ik daar andere energie in dan iemand die een mindere basis heeft. Maar wel in het plezier houden ook, maar dan leg je de lat wat hoger in het niveau. Ja, en ik vind tegenwoordig ook de scouting is vrij vroeg, al heel jong, misschien wel te jong. Dat kinderen al als ze 19, of ik las laatst 7 zelfs, denk ja, dat wordt wel een beetje overdreven. Wat zijn nou in jouw ogen topkeepers? Wat waren topkeepers? Wat zijn topkeepers? Nou, ik vond altijd Edwin van der Sar, vond ik echt een topkeeper, maar die werd alleen maar beter toen hij bij United kwam. Ik vind nu Onana bij Ajax vind ik echt een topkeeper. Ja, Buffon, dat soort jongens zijn natuurlijk wel echt wel de grote... Nou, kijk ik op het ogenblik ook naar damesvoetbal. Ik vind die keepster van Nederland zelf al bijvoorbeeld wel een topper. Herken jij daar iets in? Ja, ik vind het heel goed. Ik vind er wel echt heel zeker zijn op de lijn nu. Veel ballen pakken, Nederland overeind houden. Dus ja, ik hoop vanavond dat ze weer een goede dag heeft. Ja.